Op het nippertje heeft het kabinet voorkomen dat er vanavond honderden asielzoekers op straat moeten slapen. Het kabinet vroeg burgemeesters vanmiddag om binnen een paar uur 750 opvangplekken voor die mensen te regelen. En dat is gelukt. Er zijn door verschillende gemeenten zelfs meer plekken geregeld dan waar het kabinet in een brandbrief om had gevraagd. Staatssecretaris Dijkhoff. Ja, het is gelukkig gelukt. Uit alle hoeken van het land is aanbod gekomen. Dus we kunnen zorgen dat vanavond ook weer iedereen een bed heeft. Dus er hoeven geen mensen op straat te slapen vanavond? Nee. Om hoeveel plekken gaat het die nu zijn geregeld? Nou, we hadden er 750 voor vandaag nodig. We hadden er 1500 gevraagd. We hebben nu al een concreet aanbod van zo'n 2000. Wel allemaal korte termijn. Dat is heel goed. Het is ook goed om te zien hoe al die mensen verantwoordelijkheid nemen en meteen in de benen gaan. De eerste gemeente die zich vanmiddag meldde om nog vanavond asielzoekers op te vangen is Rotterdam. En daar is bij de Erasmus Universiteit onze verslaggever Hans Schutte. Hans. Ja, hier achter mij zou vanavond gebasketbald worden door studenten. Maar wie hier vanavond komt om te sporten, die krijgt een verrassing. De sportwedstrijden zijn verplaatst naar een andere locatie, omdat de sporthal in gereedheid wordt gebracht voor de komst van asielzoekers. En op dit moment wordt er nog hard gewerkt om dat allemaal mogelijk te maken. Deze sporthal van de Erasmus Universiteit is leeg. Maar vanavond nog wordt de boel hier klaargemaakt om 200 tot 250 asielzoekers op te vangen. Het eerste busje van het Rode Kruis komt met spullen voorrijden. Er zijn bedden. In elke krat zitten 25 bedden, 25 dekens en hulppakketten voor het scheren en alles. Dus er komen nog heel veel van dit soort busjes vooruit? Nee, ik moet zo weer 100 bedden gaan halen. De gemeente Rotterdam reageerde snel op de oproep van het kabinet aan gemeenten om voor vannacht 750 slaapplaatsen te regelen. De universiteit kreeg vanmiddag een telefoontje. Wij zijn een geregistreerde calamiteitenlocatie in Rotterdam. En de burgemeester heeft besloten dat dit de beste locatie is om dit te doen. De komende dagen kan hier dus niet worden gesport. De studenten hebben er begrip voor. Ja, het schetst wel hoe erg het nu ook in Nederland is. Want je hoort wel in Duitsland en in Hongarije veel verhalen. Maar in Nederland dat nu ook zo op het laatste moment moet. Dat is wel een beetje schokkend. Ik kan niet sporten tot en met zondag. En persoonlijk vind ik dat heel vervelend. Maar mensen hebben het zo slecht dat er gewoon opvang nodig is. Dus ik ben heel blij dat ze daarin meegaan. Wanneer de eerste asielzoekers hier aankomen is nog niet bekend. Ja, voor de duidelijkheid, het gaat dus echt om een hele tijdelijke opvang. Een noodopvang voor 72 uur. Daarna zullen de asielzoekers doorstromen naar een van de andere noodlocaties. Hans Schutte in Rotterdam, dankjewel.